Zo, we zijn hier op wijngoed de Reeslandhoeve in Balkbrug. En er wordt natuurlijk hier lekkere wijn gemaakt, maar je kunt ook wat met deze mooie bladeren doen. We gaan deze bladeren namelijk vullen met runder gehakt van het vechtelrund. Dan denk je, ja, hij is druivenbladeren aan het plukken. Nou, je hebt namelijk in Griekenland heb je een gerechtje, dat heet dolmas. Dat zijn wijnbladeren gevuld met rijst, groenten en gehakt. Nou, ik ga dat weer hier maken, maar dan op zijn Nederlands, op zijn vechtalwijze. Gewoon de wijnbladeren hier van de Reeslandhoeve, vers geplukt en dan gevuld met gehakt van vechtelrund. Dus ga je mee? Dan laat ik het even zien. Nou, ik heb al gezegd, we gaan dolmas maken. Vechtal dolmas in plaats dat ze uit Griekenland komen. Nou, wat hebben we nodig? Mooie wijnbladeren. Nou, sommige mensen hebben wel wijnbladeren in de tuin staan. Of een mooie wijnstruik. Gekruid gehakt. Naar eigen smaak. Klein beetje olie. Klein beetje kruidenzout. En een pan met water. Heel eenvoudig. Een mooie dolmas maken van vechtelrund. Nou, het blad, zoals je ziet, is vers geplukt. En die is dat taai. En niet flexibel om te vullen. Het is belangrijk dat ze heel even in heet water gedoopt worden. Zodat de structuur van het blad wordt aangetast. Zodat het wat flexibeler wordt. En dat je hem goed kan kneden en gaat vullen. Daarom laat ik een steeltje er ook aan zitten. Want dan kun je hem mooi weer uithalen. Kijk, je ziet het al wat zachter worden. Ze verkleuren al iets. Ze worden iets bruiner. Kijk, dat is een teken dat die zacht genoeg is. Kijk, het water hoeft niet te koken. Maar net tegen de kook aan is voldoende. Zo, de bladeren zijn nu in het heet water geweest. Ze zijn wat zachter geworden, soepel geworden. Dus ze kunnen gevuld worden met het gekruid gehakt. Maar voordat we het doen, moeten we eerst een klein beetje olie in de pan doen. Voordat we de bladeren gaan vullen. Zo, nu gaan we de bladeren vullen. Nou, het steeltje kan er nu af. Dus gewoon hier bovenaan, gewoon even afbreken. Leg het blad in de hand. Pakt het gehakt, in dit geval twee blaadjes gekruid, drukt het bij elkaar. Vouwt het naar binnen. Zo een keer. Het is belangrijk dat je hem goed dicht houdt en goed dichtknijpt. Het is ook belangrijk dat we straks mooi stevig alles strak in de pan, dat het één geheel wordt. Zodat het vocht erop is en dat we dan straks met het vocht met een klein beetje zout nog lekker rustig kunnen laten garen. Nou, je ziet het pannetje gevuld met de dolmas. Je ziet ook dat er wat bladeren wat groener van kleur zijn. Maar dat heeft te maken, dit is een andere soort ras druif dan aan die kant. En je ziet dat heeft ook invloed op de kleur. Maar we zullen straks zien en we gaan gewoon kijken of dat invloed op de smaak heeft natuurlijk. Nou, wat ik zeg, mooi gevuld, olie onderin, erop. Dan wordt er gewoon een beetje water op gedaan, tot ze er net onder staan. Wat zout met wat kruiden. Nou, in dit geval is het een kruidenzout waar onder andere rozemarijn in zit. Een beetje tijm en wat salie. En dat geeft er wat extra smaak aan. En dan moet het rustig 10 à 12 minuten zachtjes garen. En dan zijn de dolmas uit het vechtal klaar. Ja, je kunt ook wijnstokken leasen. Klopt. Kun je even uitleggen hoe dat in zijn werk gaat? Nou, je koopt voor €165 koop je een leasecertificaat voor 1 jaar. Ja. Nou, dan zit je in ons systeem. Daarvoor organiseren we een aantal meerwerkdagen. Hè, want mensen vinden het gewoon leuk om een jaar rond te zien van de druif tot aan de fles wijn. Nou, dus we organiseren een paar meerwerkdagen. Vervolgens de pluk. Nou, dat is natuurlijk het hoogtepunt van het jaar. Dat is ook geweldig. Daarnaast gaan wij met de mensen naar de wijnmakerij toe. In Bentelo. Dus dan gaan we ze vastwijn proeven. Nou, dat is al een heel belevenis. Dus wat ik goed begrijp, de druiven die groeien hier, zeg maar. Ja. En de wijn wordt hier niet gemaakt? Nee, we gaan met de druiven naar Bentelo toe. Ja. En in Bentelo is een wijnmakerij. Nou, daar loopt een Duitse wijnmaker daarop. En samen met hem maken wij onze Reeslander wijnen. Oké, okay, dus het is bewust voor gekozen om daar de wijn te maken? Ja. Of is het toch... Wat is moeilijk, het verbouwen van de druiven of wijn maken?
Je hebt drie facetten van de wijnbouw. Dat is het teren van de druif, ja. Het maken van de wijn en je vermarkting. En dat zijn drie, in mijn optiek zijn dat drie verschillende onderdelen. Ja, ja. Nou, ik ben hier goed in, het teren van de druiven, want het is toch een beetje agrarisch. Of dat is eigenlijk agrarisch. Nou, het maken van de wijn, ja, dat is een heel ander verhaal. Nou, dus die kennis die huren wij in. En ik vind het zelf ook interessant om te zien hoe dat gaat. Dus ik maak met hem. Ik loop daar gewoon mee, zeg maar. Nou ja, oké, okay, je bent er wel bij. Ik ben er gewoon bij. Als die wijn gemaakt wordt. Ja, altijd, van A tot Z. En wij bepalen ook uiteindelijk met z'n tweeën van wat er in die fles komt. Oké. Okay. Dus iedereen kan een hoge blaas springen. Maar Wilma en ik, die gaan dat proeven. Jullie bepalen dan? Wij bepalen uiteindelijk de dus het is niet zo dat allemaal van verschillende wijnboeren uit de omgeving Nederland komt daar en dan wordt er één grote massa. Nee. Dus echt jullie druif, ja. Is echt op druif die hier tot in de fles is gewoon puur. We hebben daar ons eigen vaten staan, gewoon met de Rieslandoever erop. En inderdaad, alles wat hier verbouwd wordt, zit in de fles van de Rieslandoever. Okay. Niet meer, niet minder. Je ziet het is al mooi aan het garen aan, een tijdje verder. We zijn er bijna. Het is runder gehakt, dus, of rundvlees, dus ze hoeven niet helemaal door en door gaten zijn. Dus ik doe het vuur zacht, kan het even nog nagaren. En ik zie een hele mooie fles een rosé staan. En er zit ook wel op, zilver. John, kun je een beetje meer vertellen over de rosé? Ja, de rosé is gemaakt van de regentruit, dus wat hiernaast staat. Waar ik daar ook heerlijk hapjes van gemaakt worden. Regent, 2010, mooie droge rosé. Beetje kruidig ook. Ja, nou, past perfect natuurlijk hierbij. Ik denk dat het perfect hier bij dit hapje past. En ik zie hier gewoon zilver op staan. Ja. Wat houdt erin? We hebben hem ingestuurd naar Wenen, Concours. Ja. Heeft daar een zilver medaille van. Dus ik heb gehoord vaker dat de wijnen hier van de Rieslandoever regelmatig in de prijzen vallen. En niet alleen de rosé. Nee, onze witte die heeft dat 2 keer goud gewonnen. En dit jaar ook zilver, van 2010 ook zilver gewonnen in Wenen. De mousserende heeft zilver gewonnen in Wenen. Ja. En de muscat. Brons. Nou, en zal ik je wat moois vertellen? Ja. Binnenkort heb ik een aflevering met kaas van duur. Ja. En dan kook ik met de witte van jullie. Helemaal goed. Nou, John, ik ben benieuwd. Ik ook. Lekker hoor. Maar kijk hoe die smaakt. De rosé met de dolma's uit het Vechtdal. Ik zou zeggen, tas toe. John, ik ben er al achter. Je hoeft voor goede wijn niet naar Frankrijk. Je kunt ook gewoon hier naar de Rieslandoever toe. In Bouwbrug, bij de Rieslandoever. Super mooie wijnen hebben ze hier. En vergeet niet, echte Vechtdal dolma's. Gevuld met runder gehakt van het Vechtdal rund. Bijzondere combinatie. Kijk, we zijn al in Frankrijk, maar het zonnetje begint te schijnen. Helemaal goed. Proost. Proost.